De frisse wind onder trainer Wim Jonk is bij Volendam een klein beetje tegen gaan staan. Misschien dat daar vanavond op bezoek bij het nummer laatst PSV verandering in komt. De eerste kans van de wedstrijd is voor de bezoekers. Het schot van Dodeman gaat voorlangs. Maar de resultaten de laatste weken zijn gewoon niet best. Slechts één keer gewonnen in de laatste vier duels. En dus is de ploeg wat gezakt. Fadiga dan, de redding van Rouleau. Dan komt hij in de beginfase van de wedstrijd veel mee naar voren. En staat hij ook behoorlijk centraal, want daar is hij weer. Gaat dan ook aan de wandel. Kan zelfs iets moois creëren. Sterker, het wordt een penalty. De overtreding van Teunissen. En scheidsrechter Kevin de Beukelaere uit België legt hem op de stip. Achter de bal staat Jelle Duin. Kort aanloopje. En dan zit Rouleau in de verkeerde hoek. Is het dus raak? Volendam op voorsprong. Natuurlijk heeft Volendam in Ustooi nog niet al te vaak hier gespeeld. Maar opvallend genoeg, maar één puntje gepakt in die zes ontmoetingen die hier al waren. Al is het wat vernieuwd op de hertgang. Niet van later. Opnieuw een penalty. De Beukelaere geeft hem alleen nu voor PSV. Ngonge, het is een lichte overtreding. Hij gaat dus wel weer op de stip. En opnieuw is het raak. Ook weer zo'n kort aanloopje. En Ngonge zet PSV op gelijke hoogte. Ploeg die het heel moeilijk heeft. Drie keer op rij heeft verloren. Wat van is bekend, heel veel spelers van het vorige seizoen zijn er niet over vertrokken of zitten gewoon bij de A-selectie. Dan hier de kans, zeg. En wat voor een. Uneke ziet het ook gebeuren. Rouleau die redt op het schot van El Azouzi. PSV komt er dan niet uit. Vlak. Ziet er weer El Azouzi. Die heeft al gekeken. En dit is een nog betere poging. En ook de rebound is er niet voor Volendam. Dat dus wel wat aandringt in het slot van de eerste helft. Gaan we naar die tweede helft. Dan begint het wat beter te lopen bij Jong PSV. Want er zitten echt grote talenten hoor in die ploeg. Dit schot van Ledesma is nog wel een stukje naast. Dan Volendam weer. Dat levert nog niet veel op. Maar je ziet het, de druk is er. Vlak. En ook een goede meter naast. Ja, het zelfvertrouwen bij Volendam moet weer een beetje terugkomen. Zo werd er vorige week ruim verloren in eigen huis van Cambuur. Al liep ze toen ook al tegen een vroege rode kaart op. Dat telt allemaal mee in zo'n wedstrijd. Hier is Jong PSV weer. En wat een kans, zeg, voor Vertessen. Ingevallen. En die had daar zijn ploeg toch op voorsprong aan moeten zetten. Het is wel een hoekschop. Oh, van de doellijn dan gehaald. Doelman Bakker ook niet helemaal lekker. Oh, ze krijgen de bal daar niet weg. Ook plat niet. Maar daar komen ze toch goed weg, Volendam. De jonkies van Jong PSV voelen dat er wat te halen valt. Toch weer Volendam dan. Mode langs. Daar komt de zege snoeihard ingegleden. Aanval gaat wel verder voor Volendam. Het levert geen goal op. De scheidsrechter heeft het gezien en trekt uiteindelijk geel voor deze actie van Zegers. Uneke kan erom lachen, maar dat was toch behoorlijk gevaarlijk. Nog een kwartiertje te gaan. Oh, dit is heel matig uitverdedigd. En Ngonge dan met alle ruimte om wat te laten zien. De jonge Belg, gehuurd van Club Brugge, zet zijn ploeg op voorsprong. En zo is hij toch de man van Jong PSV in deze wedstrijd. Jong pijnst. Hoe komt zijn ploeg hier weer bovenop? Nou, niet via dit soort ballen natuurlijk, want nu ligt het helemaal open. Vertessen, die al een goede kans in deze wedstrijd heeft gekregen, maakt het nu wel af. En zo is het een paar minuten voor tijd 3-1. En gaat Jong PSV eindelijk weer eens een wedstrijd winnen. Dat deed het tot nu toe pas één keer dit seizoen tegen Jong AZ. En nu dan een voorsprong tegen Volendam met nog maar eventjes te gaan. En het kan misschien nog mooier worden. Vertessen op de paal. Zo komt Volendam nog goed weg ook. Maar Volendam verliest dus wel.
Het wordt daar minder en minder. Vitesse met de laatste actie van de wedstrijd. Volendam verliest opnieuw. Een zeer mooie wedstrijd van ons. Ik denk dat we zeer goed aan de match beginnen. Dat we karakter toonden na de grote nederlaag van vorige week. We moesten wel iets rechtzetten. En denk ik dat we het knapper hebben gedaan vandaag. Ik vind inderdaad dat de ploeg karakter heeft getoond. Dat hebben ze vooraf gezegd. We willen dat wegpoetsen van vorige week. Met z'n allen wel over eens dat dat niet jong PSV waardig was. De hele week al heel erg goed getraind. Heel goed niveau gehaald met z'n allen. En dan is het heel fijn dat je beloont door een overwinning. We hebben heel hard getraind van de week. En het liep heel lekker. We kregen automatisme in het team, ook met de nieuwe spelers. Dus ja, ik denk dat we gewoon aan de match zijn begonnen met het mentaliteit. We moeten het rechtzetten van vorige week. En denk ik dat we als een team het zeer goed hebben gedaan. Ja, de wedstrijd vonden we goed begonnen. Eind van de eerste helft hadden we het wat lastig. We kregen wat minder druk op hun. Na de tweede helft vond ik dat we goed stonden. Weinig kansen tegen gehad. Zelf nog iets meer kansen kunnen creëren. En ook nog wel wat mogelijkheden gehad. Dus al met al denk ik dat we wel verdiend winnen vanavond.